Haar lievelingsinstrument is een harp en die neemt ze vandaag ook gewoon mee op het podium. Hier is Anna. Ik ben Latief en ik ben altijd positief. Zo stelde hij zichzelf voor aan de wereld. Hier is eeuwige optimist Latief. Ze noemt zichzelf een stresskip, maar desondanks staat ze nu toch maar in de battles voor Team Sean. Hier is Soraya. Zij battelen met hun eigen versie van Rihanna's hit Only Girl in the World. Dat zou het minste wat ik kan zeggen. Goed gedaan. Ja, Maarten, wat vonden jullie hiervan? Wauw. Oh, echt mooi. Ook zo met die harp in het begin. Supermooi. Ik ga wel eerlijk zeggen, toen Soraya begon te zingen, heb ik echt over heel mijn lijf kippenvel gehad. Ja. Maar echt, en dat bleef ook echt duren en zalig. Ik vind dat jullie alle drie een hele betoverende stem hebben. De enige van de drie voor wie ik ben gedraaid is Latief. En dat gevoel en dat geluid heeft mij toen niet in de steek gelaten, want ik zou zo weer zijn gedraaid voor jou, Latief. Sean. Jullie zijn drie prachtmensen, drie prachtkinderen om mee samen te werken. Wat het voor mij natuurlijk niet makkelijker maakt om nu te moeten kiezen. Maar ik ben trots op jullie. Jullie mogen echt, wat er nu ook gebeurt, met een super blij en voldaan gevoel naar huis, hoor. En dat is belangrijk, hè. Laten we even dichter bij elkaar gaan staan. Want nu wordt het heel erg spannend. Sean, wie wacht er voor jouw team mee naar de halve finale? Oeh, dat is moeilijk.
Oh, ik heb jullie alle drie zo graag, echt waar. Jullie weten dat ik moet kiezen. En dan ga ik voor... Ja, het is The Voice Kids, dus dan ga ik voor toch wel de strafste voice die ertussen zit, Soraya. Proficiat, Soraya. Je zit in de halve finale. Gefeliciteerd. Ga je coach een dikke knuffel voor geven. Kom maar hier, kom. En val niet van een trap mee, Bottini. Supergoed gedaan. Zelf content?